gezet, dan kan ik misschien eens beginnen. Ik moet hier gewoon voor de eerste keer in mijn leven een presentatie komen doen met zo'n grote groep. Ik heb dat ook nog nooit gedaan, dus als ik het verkeerd doe, dan mag ik rest met me lachen. Dat zal ik zeker zien. Jacques van Kempke gaat op rechts. Jacques van Kempke zit hier ver. Een groot applaus voor ons filmster. Wij nog allemaal in onze vereniging zit, dat zit hier op deze foto. Hebben we een Arnoud Crispe, kent je misschien ook, bakker geweest van Berg, die kent je misschien ook. Franske Winters en Marieke Beenders. En wie dat vreger was, als die ergens naartoe ging, dan mocht ze niet zomaar naartoe gaan, die moest die eerst naar de grot gaan, een kerstknotte brengen. En ook schrak. Ja. Want dat was voor heil en zegen op al uw wegen, of je hebt dat allemaal. Hè? Dus zegt Marieke, Jaakske, die gaat eerst naar de grot. En dan ga je toch kerstje laten brengen. Jaak mompelt zich aan. Oh ja, dat zal wel gewoon. Dus hij vertrekt. En hij rijdt hier op de Akkerstraat. Dit is dus echt de Akkerstraat in de jaren 40. Jij zult dat wel kennen. Ik heb dat nu als keer een echt toen was toch een beetje fout. Maar toen wie Jaak toch aankwam met zijn duf, was toch heel erg meer fout. En omdat er een hei is, worden er heel veel mensen uit de hei. Ik weet net, als jij het weekend, dan heb je hier ons filmster ook gestaan. Jacques van Kempke. De langstijd Harry Klaases, Michel Nijes, Pietje Hendricks. Daar staat Harry Telen. Dat is Buis weer. Dat is Bosmans, Denis Bosmans. Jacques Messen. Dat is Lubieke Beenders. Dit is Jacques Bosmans en dat is van Grimbergen. Hieronder heb je een foto van Jeff Chabon. Die is vreger En met die krollen, wat was dat? Is dat Paul de Vos? Dat is Paul de Vos, wij kennen Paul de Vos allemaal meneer. Eerlijk, Connie. Die best zijn er van Paul, hè? Ja, dat is toch altijd zakken. Wil je er nog op zitten? Stot jij er ook op, Anneke? Nee. Nee, je stond er niet op. Nee, nee. Maar je hebt toch bij dat festje gelegen altijd, hè? Je hebt toch altijd bij dat festje gelegen, of niet? Ja. Ja? Ja. Ja? Je hebt hem lekker op zijn kussen gekrapt. Dat hij nog altijd met de truckcrisis zou zich inzetten voor de mensen die in de rotere. En als die stickers verkopen, zou ik er zeker een sticker van kopen. Dan heb je hier nog op een dam zitten. Ja. Deze, wie kent die? Ja, Lies, ken jij die? En hij zegt ze Lies van Alken. Zit het neer? Ja, jij stond erop, dat is met het grondcomité in 2007. En dan heb je dan nog Jasper Fieten, Paula en Mariet. Wie is dat die? Wie kent die me dan? Wie kent die me dan? Ja, wie heeft ze? Marita, zeg je dus. Ja, maar kom maar zeggen, Marita. Gertrudje! Gertrudje gaat eerder nog om dansen niet, dus je zit nog een paar mannen. Vier als partner. Ah, Anita! Ja, wat hier ga ik ook weer aan het bogen. Nu, Jacques, hou genoeg gezien van die mensen er allemaal. En zeg, nu wil ik toch nog even dat kerstklot te veranderen, want anders dan. Dus we moeten het toch in één keer. Dat toch wel zeg ik tegen. Kim mij toch een halve jaar lang zijn deur gelogen. Wie zou dat wel zeggen? Chef Tielsen? Ik denk het wel, ja. Dat was Chef Tielsen. Ja, en Chef en Jacques die zijn altijd kameraad geweest. Chef stopt bij Jacques. En zei tegen Jacques, Koop wat gisteren doen, joh. Hoor, zei Koop, ik ga op reis. En Chef, ja, je kent hem allemaal, zei tegen Jacques. Jacques, heb ze weer geneden een sigaretje en leef ze in de grijze Michel. Dat wil ik te zeggen, je kent allemaal, als we vregen houden ze allemaal een vierkind. En een vierkind dat was, als je nog niet getrouwd wordt, dan had je al een kind. Weet je dat ik een snelkind ben? Dat is heel anders. Onze ma die trouwde in november 64 en in februari 65 was ik al op vier maanden, dus ik ben een snelkind. Geert en Pater Knevels. Die kijken hem al vies aan. En toen was er koffie. Nu vangen we even pauze en dan gaan we voortduren op een kerkstraat. Een keer of drie, vier gaan we halen. En dan gaan we nog meer laten zien.
Nu weten we wie dat we ze gaan aan kunnen pakken. Veel meer mensen rustiger laten zijn. Ik heb gaten snel gemoed. Ja, ik ben er snel gegeven. Ik kan het niet doen. Ja, Alain. Ja, het is hetzelfde. Ja. Jacques is dus aangekomen aan het Raadshofplein. Vreger noemde ze dat. Bij de staat wie dat Vreger hoort. Café van zijn vriend staat achter jou, maar het zag je ze er nog tegen. Het Pretshoef. Pretshoef, ja, merci. Ik wist dat niet, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ken alleen Kerkplein, omdat ik Vreger altijd naar de kerk ging. Ik moest dat wel eens maar. En mama! Mama, jij moet net tijdelijk en stuur die in de zaak. Dit is... Kent je dit? De kerk. Ik stel voor, omdat wij allemaal katholieke mensen zijn, dat we nu 12 wezen groetjes gaan doen. Ik denk dat het langer loopt. Nee. Mia, wij staan op de foto. Ik heb het. Jij zegt allemaal dat die jeugd van tegenwoordig, die hebben het maar even de seks en die hoddelen meteen en die roddelen meteen en noem maar op. Maar in 1951, en ik ga hem nog verlezen, loestert gewoon. In 1951 werd het in de Roeteren 89 moeders gevierd met 10 of meer kinderen. Zij schonken samen 1040 kinderen het leven. Wie is gevoegeld geworden? Een record van de christelijke plichtvervulling. Dus dat is toen die ze waren gedaan. Dat kan je editen, dus dat is. Dat is gewoon, dat was de gek, dat is. Dat schreven de hoofdredacteur sterk. Dat stinkt bij de klokken. En dan zei Tjoe Vosmans. Koop jongen, wat heb je stikje eigenlijk doen? Ja, zei Tjaak. Luister eentje, wij gaan met een duf gaan wij naar de bergen. Ja? Maar ik weet niet goed wie ik moet rijden. En toen dacht ik zo bij mijn eigen, ik was met Buisdier van Kalle. En toen zei Buisdier mij, kom ik aan de kerktoren in. En dan kan ze vandoor het zien welke richting dat ze moeten schoon. Snap je? Landkaart, de GPS. Toen zag ik dat was toen niet. Hè? Dat was gewoon naast nou. Hè? En Jacques toch, dat zat Jacques lekker. Raadsofplein, kent je allemaal. Hele schone foto. En Jacques hint uit het ruimte. Ziet er mij toch, ziet je dat? Door Leibdemus. Door. Maar Jacques, die had zo'n scherpe blik, die had een aken zo'n ogen. Die zag onmiddellijk weer dat was. En hij vloot zo op zijn vinger. Kijk je dat wel zo van, wie? Hè? En wij was dat? Dat was mij aan het jouw van de loop. Die ging naar de baan weer gaan brengen. Ziet je die kost die ging heel duur. Ja, zegt ze, ik ga dat maar wachten, want Jos ligt dat niet veilig, dat moet je wachten. Of ging jij misschien een slok halen mee? Ik heb sigaretten, ik was aan het slikken. Twan, zit ik juist? Twan, ja, drukkerij van Bussels, door langs het winkelje van Lienke. En hier, Mati, dan moest ik me gaan helpen, ik ben van hij. Nee, dat was gewoon een ietsje. Ja. Franske van de keeper, hoor me dan. Franske van de keeper. En Leen van de Gaag. En dat is Jeff en Moeke. Jeff heeft een liefde gezet. Of wie noemde men dat? Weer pak zo. En een brief, hoe lang was ze al bezig voor die lettertjes zo in te doen? Ja, op een blaadje. Een half uur het rinken tijdens voor een blaadje en dan moest je dat met lettertje per lettertje zetten. Hè. Dus als je dat nu bedenkt, dat als ik snel tip dat ik hier 4 minuten mijn ganse brief tip, dan hoef je niet te volgen wat er werkt, het wat dreiger door je hebt gehad, voor al die lettertjes te zetten. En dat resulteerde er uiteindelijk in
Tatouan, door die lettertjes te zetten, ben je er toch ook wel eens aan toe gedeeld. Zie je, en dan honderddog, ik weet niet wie of waar in een rookkrans twang verkocht heeft. Rookkrans, een vak. Maar die had toch een moeder die niet aan toen aan de straat. En ze let. En dit is in de winkel van Lienke van de Gacht, hè? Dat klopt, hè? Daar kan ik ook geen van vertellen. Van Lienke van de Gacht, Juliette, moet je eens luisteren. Mijn grootmoeder, Janneke Winters. Janne, heb je gekend allemaal, Janneke Winters? Die eigenlijk heeft verteld dat Vegas naar de show ging. Dan kwam die altijd bij Lienke van de Gacht langs de winkel door. En met naar school gaan, had hij een knapje gevonden. Ik weet niet wat een knapje is. Ach nou, een knapje, hoeveel is dat in een euro? Nee? 5 cent. Maar ja, dat is nog veel minder dan 5 cent. Ja. Dus die hadden een handje, zoals een jaar of, weet ik niet, 8 of 9. En ze dachten, nu ga ik naar Lierke, dan ga ik mij toch even verkopen. Dat is echt waar, dat heb ik dat verteld. En ze stinkt mijn Lierke in dat winkel en daar waren blijkbaar ook pumpjes en van alles te krijgen. Dat was, die heb je ook zo nodig, ja ja. En ze stinkt door alle kateren rond te draaien en te doen. En toen zei het Lien, meisje. Wat moest je eigenlijk hebben bij Philips de Bee? Ja, ze deed dat randje zo op en die kiekt er zo aan, die pikt die stek klus, die brengt dat dan aan. Meer kent ze dan eerst gekregen, zag ze. Ja, door Jan, ze nou altijd zo gejaagd. Ze hebben nog eens een verhaal, kent je misschien ook? Die woonde dan. En dan kwam Jacques Hubertje aan. En dan gingen ze zich voor een knapje of een kwaartje. Gingen ze zich toch het slok of sigaretten halen. Wat zit je dan uiteindelijk gaan halen om Jacques? Sigaretten of slok? Eén sigaret. Kost je één sigaret kopen, vreemd? Zo. Wij wisten dat. Maar ik bedoel, hier één sigaret, echt wel. Oh, één sigaret of 3 sigaretten kost je dan kopen. En toen zei het raar tegen die gekoopt. Kom, wat geef ze door. Voorzitter, ik kom met buis. En met Joker van Plink ga ik naar de bergen. En toen zei het geraakt in. Gegeven, stap maar goed, geef ik over met iedereen. We weten niet wat toch geweest is. Wat dat misschien. Oh. Aha, de inhuldiging van burgemeester in de mans. Was dat dan? Dat is toch niet de burgemeester die van Otto zit? Nee, ja. Dat is niet de burgemeester van Otto. Ah, dat was de inhuldiging van burgemeester in de mans. Dus je weet het, nu weten we het Matti. Dat is de Otto is van Berg van de Goudswijk, zei Juliette. Dat is de Otto van Berg van de Goudswijk. En wie was Berg van de Goudswijk in een achternaam? Want dat weet ik. Aris. Die had een RQ gehad. Kom aan Café Deluxe. Ziet je? Dat is Lubieke Engelen. En de vrouw is Antje. Antje. En die, wij wisten dat ook niet, we hebben die foto's hier vier geweken gekregen. Die verkochte sop. Bulox sop. Hebben wij nooit geweten dat er een rode sop verkocht werd of Bulox. We hebben uiteraard nog vier foto's te vallen. Die hebben we veer otters hebben we gezien. Met de reclame op. En aan de luxe ook nog een tankstation gestaan. En daar hebben we foto's van. Dat stinkt met zinpol. We weten ook niet hoe hier dat al laatst is. Ja. Daarachter, ja. Ah, ik wil die madame die als die foto's heeft bezorgd bedanken. Want dat is heel fijn dat wij nu meer zicht kregen op weet dat de luxe regel was. We kennen hem alleen maar als café en we weten dat er in een cinema was. En dat tot de prikkel. Porsche 1960. Matti, Porsche 1960 is er afgebrand. Via Rosa's heemkundige kring is dat altijd een nadeel geweest dat het gemeentehuis is afgebrand. Omdat die boeren op de zolder het archief houden zitten. Dus we missen een heel stuk van de geschiedenis van de Roderen. Omdat dat archief is opgebrand toen in 60. Dus wij moeten nu echt via ons archief en voor alles juist te kennen schrijven het hebben van de mensen wie ook die ons vertellen dit en dat
En zo kunnen wij dan uiteindelijk een schub ook weer eens maken van mensen van de Rotterdam. Dit is allemaal van de brand. Heet je, dit is het. Dat is hem nog eens. Dan had je door vier had je Indemans. Dat is juist de foto van Waas. Dus de inhaling van burgemeester Indemans. Nog eens Indemans. En dan wou Jacques vertrekken aan het gemeentehuis. Dan kreeg hij toch meer patoot in accident, zeker. Deed je dat? Free en lompen klappel, daar pik ze de vier aan in. Of daar pik ze de vier aan en vlop, poet! Jacques op zijn tuf. En zo komen we dan nu aan het einde van deze fotoreeks. Dus je, ja, maar kijk, hè. We zijn nu hier aan het gemeentehuis. Dus we willen volgende maand, of voor die maand die we hier aan elkaar krijgen, volgende maand of de maand erop, willen we terug weer in de middag door. Want dan gaat Jacques weer, want hij is nog altijd in de bergen, dan Jacques. Dan gaat Jacques weer, we hebben Naarplein opgevoerd, we gaan de Muziekelaan op, we gaan de Spilstraat op, dan gaan we Waterloos in, dan gaan we de Waterloos. Dus, in deze een oproep aan mensen van Waterloos. Jo, die kent zich toch eens engageren, misschien. Dat de gemeente nu is afgevallen en je moet alles terug op noods komt opzoeken. Dat dat echt een titanenwerk is. Maar je gewoon heel veel medewerking van de lui heen. Want heel veel lui wat van alles wisten, is natuurlijk leuk om te huren. Ik heb juist tegen onze ergotherapeuten gezegd, want die zijn al heel lang naar school geweest. En dan hier is een reminiscentie. Dat wil eigenlijk zeggen van, hey, je moet het verleden terug naar heen. Maar wat hier vandaag heb gedaan, dat is reminiscentie aan volle letteren. Ah. En misschien zouden we ook wel eens een quiz kunnen doen. En ongeveer een aantal vragen kunnen stellen. Maar dan moet je ze wel een beetje helpen. Want dat is geen probleem. Ik ben een beetje te jong om dat allemaal te weten. Voor de rest, een heel dikke merci dat je er zit heen geweest. Ik zou zeggen, voor het heel bestuur, denk ik, zijn zijde, dat kosten van het rusthoes, dat zullen we nog hebben. En misschien voor alle lui, een heel dikke proficiat aan de lui. En we gaan het doen. Meneer de directeur, ik ga het woord aan onze voorzitter Arno Segerscheiden, want hij wilde het nog gaan overhandigen. Arno Segers, een applausje graag voor hem. Ik wil misschien een heel lang kijken. Ik ben een goede man, ik moest er wel niet. Dat kan gewoon zijn strang trekken. Wij zijn alleszins hier content dat we een keer naar deze morgen komen. Dus eerst en vooral, dank u wel aan alle bewoners en meneer de directeur. Ten tweede wil ik Ronnie en Mattie ook zeker bedanken, want dat zijn die twee die eigenlijk onvredig heen gestoken hebben. En de rest, ook met een paar man die wij zijn, onze inbrengen en brengen ze echt wat geholpen. Maar vooral elke boeg, ook in de toekomst, zullen we zeker appreciëren en opgeven. Nu om onze dankbaarheid uit te drukken, meneer de directeur. En ik weet dat jij eigenlijk al de foto's uit hebt gemaakt. We hebben in 2014 hebben een fotoboek gegeven van een gamecuttingkring. En er stonden met alle foto's in, bij het vrije Waas in de Rotterdam. Ik zou dat jij wel niet aan het dat is gewoon gratis. Hè? We willen niet alles gratis doen. Nee, dat was gratis. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik denk dat we die beuk heel goed kunnen gebruiken voor onze sessies op het schoolplan op de andere afdelingen. Dat we goed die foto's af en toe eens een verhaal kunnen huren van de bewoners, dat weet vroeger is geweest. Want er is soms een zoektocht naar foto's, dat vind je dus wel goed op het internet, maar foto's van een grotere zaal van ID's kan krijgen, is soms iets moeilijk om te vinden. Dus heel erg bedankt, we gaan het zeker goed gebruiken. En ook een heel dikke merci dat je deed voor en ik heb gezegd. Tot de volgende keer, dus dan hoog ik staan en je zit met heel veel enthousiasme en veel plezier. Moet je nu niet voor dat je de volgende keer komt met de dol en zonder ook een stukje blijven. Goed? Oké. Okay.